De acties in omgeving Apeldoorn begonnen gisterenochtend op de A50 in beide richtingen tussen de afrit 24 en 25. Er werd grond en banden op de snelweg gestort en in de bermen en die spullen werden vervolgens in brand gestoken. Hierdoor was de A50 in beide richtingen niet begaanbaar voor het verkeer. Gisteravond begonnen de acties omstreeks 8 uur met een afvalbrand op de oprit van de A1. Midden op de oprit in de richting Apeldoorn lagen hooibalen die in brand waren gestoken. De oprit was daardoor een tijdje afgesloten voor het verkeer. Wat later op de avond, omstreeks 10 uur, waren er afvalbranden op de A50 in de richting Arnhem. In de berm van de snelweg was een flinke brand gesticht waarvan de rook in de wijde omgeving te zien was. Het verkeer richting Arnhem had flinke hinder en kon maar één rijstrook gebruiken.